Europa sloot deze week een vergaande deal met Turkije in een nieuwe poging de vluchtelingenstroom onder controle te krijgen. Intussen blijkt dat in Nederland de ene provincie veel meer vluchtelingen opneemt dan de andere. Welkom bij Uitgelicht. Straks praten we door over de vluchtelingencrisis, maar eerst een actueel thema uit Den Haag. Deze week kondigde minister Plasterk aan dat de wet op de zondagsrust gaat verdwijnen. We praten erover met Joël Voor de Wind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Meneer Voor de Wind, is D66 in rap tempo bezig om alles wat met christenheid te maken heeft uit de weg te ruimen? Ja, je zou denken dat er andere dingen in de wereld spelen. Maar zij focussen zich op een beetje christenbesje. Kleine dingetjes eruit halen. Bij de gratie gods hebben ze aangesteld of aangekaart. En nu dit weer. Ja, het zijn allemaal oude plannetjes waar ze eerder wel moties over in hebben gediend. Maar die het kabinet, gelukkig toen die tijd Partij van de Arbeid, VVD, hebben afgehouden. Vonden ze niet urgent. Ja. Nu dreigt D66 met een initiatiefwet te komen, waarbij Plasterk uiteindelijk dacht van, nou ja, dan moet ik maar gaan bewegen. En dan zie je dat dit soort meerderheden toch kunnen ontstaan. Ja, en u zit erbij en u kijkt ernaar? Nou ja, het is natuurlijk lastig voor ons. Wij zitten nu niet aan tafel als het gaat om de onderhandelingsbegrotingbesprekingen. Dus het is wel lastig voor ons om onze invloed uit te oefenen. Dat hebben we de vorige keren natuurlijk wel kunnen doen. Vandaar dat het jarenlang is uitgesteld. Nu is het natuurlijk vooral triest voor die kleine ondernemer, die kleine winkelier, die waarschijnlijk toch nu gedwongen wordt ook om 9 uur open te gaan. Ja. En het is heel vervelend voor de mensen die in de winkel moeten staan. Winkelbediendes, want ik hoorde ook een verhaal afgelopen week van iemand die zei, ja, ik werd gevraagd om ook nu op zondagochtend te gaan werken. Als ik dat weiger, ja, dan krijg ik mijn ontslag, want dan wordt mijn contract niet verlengd. Dus het is, dat belemmert wel de kerkgang. Ja, zijn we eigenlijk niet veel te stil als christenen dat we meer ons geluid moeten laten horen wat die zondag betekent voor ons? Ja, dat hebben we natuurlijk in het verleden ook flink gedaan. We hebben dat ook onder maar D66 gaat door. Ja, D66 gaat door omdat ze kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer met de liberale partijen. Mm-hmm. Helaas hebben de christelijke partijen op dit moment natuurlijk geen meerderheid. Daar kan veranderingen komen en dat hopen we met elkaar als we weer die verkiezing hebben volgend jaar maart. Maar op dit moment kan D66 zijn gang gaan, omdat de christelijke partijen niet aan tafel zitten. En dus krijg je dit soort plaagstootjes richting de christelijke partijen. En daar hopen ze dan maar weer stemmetjes mee te winnen. Maar dit zijn natuurlijk niet de grote problemen in de wereld op dit moment. Mm. We gaan naar zo'n groot probleem, de vluchtelingenstroom. Er is deze week een deal gesloten tussen Turkije en de EU. Ja. En Turkije neemt alle vluchtelingen terug in ruil voor een, misschien wel lidmaatschap van de EU en een vrije reizen voor Turken binnen Europa. Ja. Wanhopige deal, toch? Hele slechte deal. Om 3 redenen. 1, het is een illegale deal. Men mag niet teruggestuurd worden naar een onveilig land. We hebben gezien dat hoofdredacteuren van belangrijke kritische oppositiekranten daar ontslagen kunnen worden. We hebben gezien dat ze 600 Koerden hebben uitgemoord in Zuidoost-Turkije. Ze bombarderen onze belangrijkste partner tegen ISIS in Noord-Syrië. Ja. Dus mensenrechten, godsdienstvrijheid, er is van alles aan de hand. En toch sluit Europa die deal. Dus het is een illegale deal, want je mag mensen niet terugsturen naar een onveilig land. Een illegale deal, zeg maar. Illegale deal, zeker. De Verenigde Naties heeft dat ook zo betiteld, de vluchtelingenorganisatie. Ten tweede, het geeft geen oplossing voor de mensen die nu aan de Macedonisch-Griekse grens zitten. Dat zijn er ongeveer 15.000, 16.000. Daar gaat het deal helemaal niet over. En ten derde, ja, het is natuurlijk ongeloofwaardig om eerst te zeggen, nou, je krijgt 3 miljard, vervolgens doen ze er niks mee en nu leggen ze er nog eens een keer 3 miljard bovenop. En we weten dat dit in de zakken terechtkomt van de mensen die het niet moeten krijgen, namelijk president Erdogan. Mm-hmm. Toch is onze premier lovend over deze deal en ziet daar wel brood in. Ja, ze bestempelen het als een soort doorbraak. Nou ja, ik zie nog steeds geen doorbraak. Ik zie niet dat de vluchtelingen daar humaan worden opgevangen. Ik zie ook niet dat de vluchtelingen worden teruggenomen. Dat kan ook niet formeel. Dus er schort van alles aan. En het zal er op de uitwerking aankomen of die deal inderdaad een deal is. Want op dit maar zegt u nu eigenlijk, de vluchtelingen worden hier niet beter van, alleen Turkije? Turkije wordt hier enorm beter van. Sterker nog, ze gebruiken dit natuurlijk ook heel slim om een soort breekijzer te krijgen voor een lidmaatschap van de Europese Unie. Ja.
Kijk, er wordt gezegd dat er zal een versnelling met de toetredingsgesprekken plaatsvinden. Nou ja, als je versnelt, dat betekent dat je, ja, ik weet niet hoe het anders moet uitgelegd worden, versoepeld met de criteria omgaat. Nou, dat lijkt mij bizar gezien de situatie en ook het rapport van het Europese parlement onlangs. Als je kijkt naar de mensenrechten situatie van Turkije, zeer onterecht. Wat er zal gebeuren is dat de Syriërs straks worden tegengehouden. Mensen die het meeste veiligheid nodig hebben. En door de visumliberalisatie, het vrij reizen zonder visum, krijgen we straks heel veel miljoenen Turken richting West-Europa. Maar dan is dit zollen met mensenlevens? Ja, het is geen oplossing voor de mensen die nu in Griekenland zitten. Ja. Het is geen oplossing voor de mensen die nu in Turkije zitten. Want die worden nog steeds niet netjes behandeld. Turkije heeft het vluchtelingenverdrag niet ondertekend. Die gaan dus niet met respect met vluchtelingen om. Mm-hmm. Waar Europa dat wel geacht wordt om te doen. Dus dit levert voor de mensen die nu in die tentje zitten in de modder, levert dit geen oplossing. Ja, toch presenteert Nederland, ik zei het al, het als een overwinning. U bent parlementariër, u bent er dus ook verantwoordelijk voor. Nee, want wij hebben tegen dit soort plannen en tegen de deal gestemd. Ja. We gaan daar natuurlijk nog over doorpraten de komende week. Want we krijgen nog een discussie en een debat met de minister-president over deze deal. Mm. En de details moeten volgende week nog worden uitgewerkt. Dus we zullen zien wat er van heel blijft. Hij is ook besproken in het Europees Parlement. Nou, daar heeft zowel rechts als links eigenlijk gehak gemaakt van de deal. Omdat je geen zaken kan doen met een onbetrouwbare partner. Ja, uw collega in het Europees Parlement, Peter van Dalen, die zegt dat Turkije nooit van mijn leven lid van Europa, van de Europese Unie. Daar bent u het mee eens? Nou, hij is partijlid, hè? Dus we denken daar precies hetzelfde over. We hebben nooit, ook niet met de toetredingsgesprekken, ingestemd. We betalen voor die toetredingsgesprekken alleen al 1,5 miljard als Europa zijnde. Nederland betaalt er ook aan mee. Maar wij zeggen dat niet alleen. Ook de VVD, de grootste partij in Nederland, heeft op vragen van ons uiteindelijk ook erkend 2 weken geleden dat Turkije nooit lid moet worden van de Europese Unie. Ja. En toch maken ze zo'n deal. En toch betalen ze het geld voor die toetredingsgesprekken. Dus wij begrijpen het niet meer. Ik denk dat we moeten stoppen met die toetredingsgesprekken. Okay. Ja. Samenwerken kan altijd. Ja. We hebben ook samenwerkingsverbanden. Maar echt lid worden van een waardegemeenschap die hele andere waarden, joods-christelijke traditie heeft, dan de 80 miljoen moslims in Turkije. Heel slecht. Moeten we nooit aan beginnen. Ja. U noemde het al, de grens tussen Macedonië en Griekenland. Waar mensen opgesloten zitten in de modder. Ja. Waar ook baby's geboren worden. Ja. Was deze week te zien op Twitter. Is dat niet een aanklacht tegen Europa? Dat mensen die daar zitten niet verder kunnen? Dat we dat toelaten? Dat is enorm om te zien. Ik ben daar in oktober nog geweest. Toen mochten mensen nog doorlopen. Maar toen zeiden we al tegen de VN, stel dat één land van de Balkan of van Europa zijn grenzen zal sluiten, dan wordt het een menselijke drama. Ja. En het is ook zo gegaan. Je ziet het vreselijke taferelen. Je kan wachten tot de eerste mensen overlijden. Ja. Inderdaad, u laat de foto's zien van babytjes die daar geboren worden. Ja. Maar het is Europa, meneer Voor de Wind. Het is Europa. En wij zouden dus alles op alles moeten zetten om geen geld uit te geven aan Turkije, want daar gaat 6 miljard naartoe, maar aan Griekenland om deze mensen humaan op te vangen. Mm. Griekenland, Europa heeft maandenlang van Griekenland gevraagd, ga nou selecteren aan de poort. Dat hebben ze inmiddels gedaan. We zijn er ook geweest 1,5 week geleden. We hebben gezien dat die registratie nu klopt. Dat betekent dat de economische vluchtelingen eruit worden gehaald. Die worden in detentie gezet, die worden teruggestuurd. En je houdt dus de echte vluchtelingen uit Syrië en Irak hou je over. En die zouden herverdeeld moeten worden over Europa, ook vanuit Griekenland. En die prioriteit, die pakt Europa niet op. Niet met die eurotop. Iedereen kijkt maar naar Turkije, daar moet het gebeuren. Nee, het gebeurt nu in Griekenland. Daar zitten de mensen in de blubber. En daar zou Europa de eerste prioriteit moeten hebben. Ja, u zegt daar ook qua geld en middelen insteken. Ja, zeker. Ook vanuit Nederland? Ook vanuit Nederland. Wij besteden relatief veel, als ik kijk naar andere Europese landen, aan de opvang van vluchtelingen, zowel in de regio als nu ook in Griekenland. Maar het zijn peanuts bedragen als het gaat om de bedragen die we nu aan Turkije geven. Ja. En dat geld wat we aan Turkije geven, ik zie het niet terechtkomen bij de vluchtelingenorganisaties. Ja. U was zelf op Lesbos. Ja. U zei het al 1,5 week geleden. Wat trof u eraan? Wat zie je daar?
Ja, je ziet daar inderdaad mensen ontgoocheld binnenkomen, mensen berooid binnenkomen. Mm. Ik vroeg aan die vluchtelingen, de meeste kwamen uit Syrië, hoe is die reis nou verlopen? Ze zeggen, ja, dat is dramatisch. Je wordt afgebeuld als honden, afgeblaft door de mensensmokkelaars. Je wordt in zo'n gammel bootje gedwongen plaats te nemen onder bedreiging van een pistool of een geweer. En je hebt er niks tegen in te brengen. Je hebt het geld al betaald. Dus je moet zo'n bootje dan maar instappen. Mm. In de hoop dat je de overkant redt. Nou, een week voordat wij aankwamen waren twee kindjes overleden. Eentje was doodgedrukt in zo'n gammele bootje. En de andere was ziek aangekomen en snel bij aankomst overleden. Maar dan staat u dan als Nederlandse parlementariër machteloos. Nou, in zoverre, we gingen mee met de mariniers en we hebben, we waren nog geen 10 minuten uit de kust of we kwamen het eerste gammele bootje tegen. Ja. Dan is het even spannend. Dan zie je onze mariniers hun wapens doorladen. Want er kan natuurlijk ook er kan escalatie plaatsvinden. Ja. Want die mensensmokkelaars die willen natuurlijk wel hun geld blijven verdienen. Mm-hmm. Gelukkig gebeurde dat niet en we konden het bootje naderen. En voordat ik het wist had ik een kindje van 3 maanden op mijn arm. Die door de vader werd overgegeven in ons bootje. En wat doet dat met u? Dan komt het allemaal heel dichtbij. Ja. Je kan het aan de ene kant zien op de foto's. Maar als je de angst in de ogen ziet van de moeders, het huilen van de kindjes. Ze weten niet waar ze nu weer terechtkomen. Ze kwamen van een angstige situatie. Mm. Komen opeens in een ander bootje. Ze zien daar ook weer 4 militairen aan boord. Maar na een tijdje, toen we ze gerust konden stellen, nou, dan zie je de opluchting dat ze veilig zijn en dat ze mogelijk in Europa aan kunnen komen. Ja. Dan zie je inderdaad de blijdschap terugkomen. Maar goed, ja, je ziet het hier op de foto's. Kindjes die nog ineens in zo'n zwemvestje passen. Als dat in het water was gekomen, dan waren ze zeker ook weer verdronken. Ja. Een verantwoordelijkheid van Europa om deze mensen op te vangen. Dit zijn geen gelukszoekers. Dit zijn mensen die van huis en haard verdreven zijn. En hun heil en veiligheid zoeken in Europa. En die mensen vind ik vanuit christelijke overtuiging hebben we op te vangen. Oké, uiteindelijk kunnen ze in Nederland terechtkomen. Maar maken wij stennis over de verdeling over Nederland? Ja. Want het blijkt dat er provincies zijn die veel minder opvangen dan anderen. Bijvoorbeeld Zuid-Holland. Ja. Terwijl u het plan hebt, hoe meer inwoners, hoe meer asielzoekers. Eerlijke verdeling over Nederland. Waarom gaat dat mis? Omdat toch aardig wat gemeentes. We hebben ongeveer 400 gemeentes in Nederland. De helft daarvan neemt inmiddels vluchtelingen op, maar de andere helft dus nog niet. Ja. Ik was laatst in Zaandam bij onze wethouder daar. Die heeft samen met de gemeente 1600 vluchtelingen opgevangen. Zij zegt ook van ja, wij moeten misschien extra opvangen omdat Purmerend nee zegt. Mm-hmm. Het is daar in de raad geweest en zeggen nee, we willen geen vluchtelingen hier. Ja. Zij voelt zich verantwoordelijk om dat wel te doen. En zo zie je dat er een ongelijke verdeling van die opvang van vluchtelingen bestaat. En dat betekent dat sommige gemeentes eigenlijk veel meer zouden moeten opvangen dan dat ze zouden doen als je het kijkt naar bevolkingsaantallen. Maar je zou zeggen grote gemeenten waar veel woningnood ook is. Ja, die zitten niet te wachten op die asielzoekers en statushouders die daarna komen. Ja, nee, maar je hebt natuurlijk een gemeente als Amsterdam. Ik zei het al, Zaandam 1600, gemeente Amsterdam 750.000 inwoners. Eenzelfde aantal als Zaandam. Gemeente Amsterdam heeft ook veel leegstaande kantoren. Ja. Een oude kazerne die niet meer gebruikt wordt. Verzorgingstehuizen die leeglopen. Dus die hebben ook de capaciteit om meer te kunnen opvangen. Je ziet inderdaad dat Zuid-Holland, Noord-Holland relatief weinig opvangen ten opzichte van bijvoorbeeld Friesland of Gelderland. Mm-hmm. Die doen relatief veel. En het idee is, zoals we het ook nu met de statushouders doen, een eerlijke opvang, een eerlijke verdeling over Nederland. Dat betekent dat je ook kleinschaliger kan opvangen. Dat zal ook de draagvlak onder de bevolking vergroten. Duitsland doet het trouwens ook. Ieder zijn deel, zegt u. Ieder zijn deel. Het blijkt dat kleine christelijke gemeenten, ik noem Urk en Staphorst, dat die nauwelijks asielzoekers opvangen. Ja, dat is ook zeer te betreuren. Ik vind ook dat we ze daarop moeten aanspreken. Het zijn natuurlijk geïsoleerde gemeenschappen, maar ook daar zal er capaciteit moeten komen op het moment dat we gedwongen zijn om straks gewoon tot die eerlijke verdeling over te gaan. Zouden die zelfs niet het voorbeeld moeten geven? Ja, ik vind het wel. Er zijn natuurlijk ook andere christelijke gemeenschappen die wel dat goede voorbeeld geven, ook op de Veluwe, ook in Gelderland. Als ik met collega wethouders spreek, raadsleden. Die doen hun stinkende best om mensen onder te brengen. En waar het ook maar kan, ze op te vangen. Je ziet dat er gemeenschappen, heel veel vrijwilligers betrokken zijn. En veel kerken betrokken zijn om mensen op te vangen.
Dus ik zie hele goede voorbeelden, maar ik zie ook nog wel gemeentes, zoals u ze noemt, die nog een stapje verder kunnen gaan. Dus er is nog werk aan de winkel. Zeker. Ja. Dank voor dit gesprek, meneer Voor de Wind. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken en graag tot maandag. Dag.